Goedenavond, Mike en Veronique. Welkom in Wachtenbeke. Goedenavond. Goedenavond. We zijn heel blij dat jullie hier zijn, maar het moet wel lastig zijn voor jullie, want jullie zijn hier in naam van jullie zoon Hendrik. Een heel groot Studio Brussel-luisteraar trouwens, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, wij zijn dus de trotse ouders van Hendrik. En wij zijn hier vanavond gekomen. Onze zoon is inderdaad begin dit jaar overleden. Een ongeluk. Wij wisten dat hij een testament had, maar de inhoud was een complete verrassing. En daar stond in dat al zijn spaarcentjes naar goede doelen moesten. En daarom zijn wij hier vanavond om zijn laatste wens te kunnen volbrengen. Ja, hij was 22, zeg je? Hij is 21 geworden. 21. Amai, ja. En zo hard bezig al met de mensen rond zich heen en om van de wereld een klein beetje een betere plek te maken dan. Absoluut, zeer sociaal. Ja. Ja, een groot hart. Groot hart en een groot muziekliefhebber ook, hè, Hendrik? Muziek was zijn leven. Ja, 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 absoluut. Ja, ja. Groot fan van de Libertines, van het zesde metaal. Hij ging overal naar elk concert, hè, als ik het goed heb. Wij moesten hem regelmatig eens de rem opzetten, want hij zou alles gedaan hebben. Ja. Ja, ja, dat testament, dat is wel speciaal. Hij had dat zelf gemaakt. En wat stond daar dan in van 5 goede doelen? Hij heeft het testament gemaakt op zijn 18e verjaardag. Wij wisten daarvan. Stukje zelfreflectie, voor zichzelf uitmaken wat belangrijk was. Filosofisch een beetje. Absoluut, ja, dat was Hendrik. Ja. En daar stond in hoe zijn dienst moest zijn, welke muziek, welke teksten, wat er met zijn kledij moest gebeuren. Tot in het detail eigenlijk. Ja. Ja. Vond je dat niet een beetje akelig dan, om dat te horen, dat hij daarmee bezig was? Dit was voor ons echt een steun, een hulp. Dit heeft ons door alles geholpen. Ja. Ja. Oké, okay, en dan dat geld dat hij uit zijn spaarpot wilde schenken aan het goede doel, stond daar dan ook bij aan welk goed doel hij dat wilde ja, geven? Ja, we hebben ze hier allemaal bij. En ik ga ze tonen en de papa gaat ze voorlezen. Oké. Okay. €500 aan awel.be, €500 aan Child Focus, €1000 aan de zelfmoordlijn, €500 aan het Rode Kruis, €1000 aan UNICEF. Dat is ongelooflijk. Ik ga hem van geven voor Hendrik. Ongelooflijk dat jullie hier zijn laatste wens zijn komen vervullen. Ik denk dat deze avond helemaal van Hendrik is. Hè. Hij zou trots zijn, denk ik, dat zijn ouders tot hier geraken. Het is ook een beetje een muzikaal feest, de warmste week. Music for Life. Dus ik denk dat Hendrik super trots zou zijn om zijn ouders hier zo te zien staan. En hij is nu een beetje bij ons, hè. Absoluut. En het was voor ons heel belangrijk. We zijn ook zeer dankbaar, zeer fier en dat we dat vandaag kunnen doen. Oké, okay, jullie willen het zesde metaal, want daar is ook een speciaal verhaal rond. Die cheque is al afgegeven aan Wannes. Er zat ook €1000 voor zijn goed doel, Buddywerking West-Vlaanderen, waar Wannes Peter van is. En zij waren goede vrienden, dus... Bij Wannes zit Hendrik ook in zijn hartje. Fantastisch. En bij ons hier allemaal super hard. Ook dankjewel om hier langs te komen, Veronique en Mike. En hou jullie sterk, hè. Gaan we doen. Music for life. De warmste week. Dit is Music for Life. Das klar, es fort nimmer, fort, fort, fort. Du nimmer, han nimmer, trägt ein Streep unter de Weg an, slaat u kruis. Elk na sin kot, hebt vier ne pot en laat het brutten. Sputtert niet tegen. Stop met snotten, smit uw zakdoek in de waste. Want kom dus niet toe, het kom dus niet toe, het kom dus niet toe. Het speelt boven onze kop, we kregen klop. Och jij al god, hij nog kunt staan, kom laat toe.
bedelf mijn grond. En ik slaap of krust totdat het ook nomt. Het was niemand die ooit weer komt. Het was minnend dit niet, ik weet het spit me. Ik word hier nog echt niet klaar. Ik kan nog her, ik kan nog veel. Nog gost en dust en liefde en lust. Wordien ze voor die letter woorden, met even letter zin. Leeft mee, neemt in het deel, zegt dat u spit, maar